Oké, Tony, wij staan hier voor je fabriek, maar welke fabriek is dat eigenlijk? Dit is de Belgian Vinyl Pressing Plant, recent gestart. Wij persen vinylplaten, muziekplaten wel te verstaan. Wel, dat is de aanleiding van ons gesprek natuurlijk. Het is Across Eternal Times, is de titel van de plaat. We hebben dat opgenomen met de fantastische muzikant hier uit Waasland, Iri de Breijkers. In een heel goede studio bij Steven Bulleman. Westminster. Maar kun je heel kort iets vertellen over die opstart van je productie? Want je hebt er net gezien, dus geperst worden is wel indrukwekkend, vind ik. Het is niet zo vanzelfsprekend. Hè. We beginnen natuurlijk met een plan. Mm-hmm. Normaal gesproken zouden we dit gesprek in januari kunnen gehad hebben van alle testpersingen die we ondertussen gedaan hebben. De best klinkende plaat die we hier binnen hebben. Wauw, en 8 augustus zouden wij willen lanceren en dat komt in orde, heb je mij verteld. Ik slaap nog amper, maar dat komt in orde. Oké, dus op 8 augustus ligt die plaat, misschien in één winkel, maar alleszins in de webshop, op onze zendtraining.be en noem maar op. Dus je gaat hem online kunnen kopen, maar in ieder geval, hij gaat er zijn. Wil jij er nog iets aan toevoegen? Want ik zeg, uw plant, Belgian Vinyl Production, dat is wel indrukwekkend, vind ik. De plaat gaat €22,22 kosten, BTW inclusief. Dus voilà, Across Eternal Times. It's a steal. Om helemaal rustig te worden.